Tom Jelte Slachter, eerstejaars beroepsrenner, maar al bezig aan je tweede ronde van dit jaar. Ja, dat klopt. De eerste was dan wel mislukt, maar ik ben nu wel goed op gang, denk ik, deze ronde. Dus, maar we moeten nog ver, dus we gaan lekker zo door. En de eerste ronde mislukt, je doelt op de Giro, wat ging daar fout? De vijfde etappe was voor mij de laatste. Toen kwam ik naar de Strade Bianca ten val. En het was meteen over en uit. Dus niet echt een geslaagde ronde, zeg maar. En de blessures, zijn die nu weer in orde? En hoe heb jij je kunnen voorbereiden op deze ronde? Van de val op zich heb ik totaal geen last meer. Je ziet nog een beetje een litteken hier. Die hebben ze ook moeten hechten. Er was best wel een hersenschudding en wat gebroken. Maar daar heb ik eigenlijk nu helemaal geen hinder meer van. En ik heb daarna de ronde van Zwitserland nog kunnen rijden. Het NK. Een beetje rust. Hoogtestage. De ronde van Polen en nu hier. En ik voel me eigenlijk wel weer goed op niveau. Gisteren Sharon de Vader had, vannacht op hoogte geslapen, 2300 meter. Ja. Merk je daar nog iets van? Wat ik er persoonlijk heel erg van merk is dat ik s'nachts heel erg droom. Dat merk ik heel erg op hoogte, heb ik in Zwitserland ook meegemaakt. Maar verder op zich verteer ik het wel goed. Ik denk als je hier langer zit in een ronde, dat ik je er misschien hinder van heb. Maar ja, nu voor één nachtje zal het wel meevallen. En heb je nog bepaalde doelen deze ronde? We zijn gewoon met een hele goede ploeg hier. Met drie man voor het klassement. Dus ik probeer die mannen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. En zo goed mogelijk richting een goed klassement te helpen.